Ja, geen concentratie in de eindfase. Je komt mooi op 2-2. En ja, dan moet je gewoon zorgen voor dat je geen tegendoelpunten meer krijgt. En ja, dat gebeurde helaas. Welke conclusies kunnen we trekken uit deze wedstrijd? Ja, dat wij net begonnen zijn. En zij beginnen volgens mij volgende week weekend met de competitie. En ze oogden iets verder dan ons. En ja, ze deden goed. Maar ik vond ook na een slecht begin dat wij ietsje meer in de wedstrijd kwamen. Zeker in het begin tweede helft. En ja, en uiteindelijk moet je ook zeggen, wij zijn er begonnen. En als je daaraan denkt, dan was het niet zo slecht, nee. Al een beetje gewend aan het gegeven dat je PSV'er bent? Nog een keer? Al een beetje gewend aan het gegeven dat je PSV'er bent? Ja, dat wel. Het is gewoon lekker om eindelijk te beginnen. En voor mij was het ook de eerste minuten. En ja, ik heb natuurlijk iets in weken lang gekregen dan diegene die vandaag speelde. En ja, het was best wel zwaar, warm. En het was moeilijk invallen vandaag. Maar lekker om wat minuten te krijgen. En dan moet ik gewoon zorgen voor dat ik fit word. En dat is het belangrijkste op dit moment. En gekke dingen gebeurd in het trainingskamp. Afscheid nemen van Wijnaldum, van Hiljemark. Het is een beetje hectisch allemaal. Ja, zeker. Ik had ze net gegroet. En nu moet je ook doei zeggen. Dus dat gebeurt veel. Nou, benieuwd wat de komende dagen gaan brengen. Ja, dat is spannend. We zien er wel.